misschien wel een van de mooiste schilderijen van de 20e eeuw. Ik ben door een wonderlijk toeval en een wonderlijke samenloop van omstandigheden in het gemeentemuseum heb ik mogen verwelkomen in 1998. De Victory Boogie Woogie. Hier ziet u hem. En het is een heel uitzonderlijk schilderij wat eigenlijk vooral voor het oog is. Dus je zou zeggen dat het voor mensen die niet zo makkelijk horen en niet zo makkelijk praten een vrij eenvoudig schilderij heel toegankelijk zou moeten zijn. Maar ik vond het heel bijzonder om het filmpje te kunnen zien en te mogen zien van Ruud, waarin Tony aangeeft en vertelt hoe de problematiek zit als je op het moment dat je slecht hoort, dat je dan ook ritmes op een andere manier ervaart en beweging ook op een andere manier leert. En dat is waar dit schilderij natuurlijk toch wel heel erg over gaat. Er wordt altijd gedacht dat Mondriaan een hele steriele kunstenaar was, heel klinisch, dat hij dit eigenlijk op een ontwerptafel heeft gemaakt. Maar niets is minder waar. Hij is er in de oorlog mee begonnen, in 1942, het voorjaar.